Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie over instellingsoverstijgend samenwerken. Laatste breakout van de onderwijsdagen. We gaan er wat moois van maken hier in deze studio. We gaan het vandaag hebben over een aantal nationale samenwerkingsverbanden die er allemaal lopen in het HBO en in het MBO. Of in het hoger onderwijs en in het MBO. En ik heb drie mensen aan tafel, dat wil zeggen twee aan tafel en eentje thuis, vanuit de thuisstudio die bij ons is, die nauw betrokken zijn bij die samenwerkingsverbanden en die ons daar van alles over kunnen vertellen. En waar we vooral op willen inzoomen dit keer is, niet zozeer hoe zitten nou al die samenwerkingsverbanden in elkaar, maar vooral welke resultaten levert dat nou eigenlijk op en wat kun je daarmee als je bij een instelling werkt, als je bij een opleiding werkt. We gaan concrete resultaten laten zien aan jullie en we hebben ook een aantal vragen aan jullie. Dus we willen een interactieve sessie houden. En daarvoor hebben we twee Mentimeter-vragen waar we jullie willen vragen om een antwoord op te geven. We beginnen met de eerste Mentimeter-vraag. De code is, als het goed is, voor jullie in beeld ook. Dus je kunt op je mobiel even naar het bekende menti.com gaan en even de code invoeren. En dan kom je bij de eerste Mentimeter-vraag. En daar geven we een aantal voorbeelden van soorten resultaten en producten die vanuit onze samenwerkingsverbanden komen. En we zijn heel benieuwd, wat voor soort van resultaten en producten heb je nu zelf eigenlijk meest behoefte aan op dit moment? Dus je kunt daar volgens mij drie opties kiezen. En we gaan dan zo meteen zien welke resultaten dat oplevert. Daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Terwijl we wachten tot de resultaten daarvan van binnenkomen, ga ik alvast eventjes mijn tafelgenoot voorstellen en mezelf. Dat ben ik vergeten, dus dat ga ik nog even doen. Johanna de Groot, ik werk bij SURF als programmamanager van het versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. Dat is één van de samenwerkingsverbanden waar we het vandaag over gaan hebben. En naast mij staat Itwer Doosje. Hij is secretaris bij het Comenius-netwerk. En Itwer, jij gaat ons vast iets vertellen over de ambities van het Comenius-netwerk en de doelstellingen. Ja, dank je, Johanna. Het Comenius-netwerk is een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, dus HBO en MBO. En het doel van het netwerk is om kennis te delen vanuit verschillende projecten die deze docenten in hun praktijk uitvoeren. Dus we delen die kennis, maar werken ook weer landelijk samen aan projecten, aan thema's die we belangrijk vinden. En zo proberen we ook een aantal visies te ontwikkelen op hoe we de kwaliteit van hoger onderwijs kunnen verbeteren. Er gebeuren hele interessante dingen, weet ik inderdaad. Voor degenen die het nog niet kennen, gaan vooral daar eens een keer een kijkje nemen. Itwer gaat zo nog wat resultaten laten zien ook. Maar eerst gaan we even kijken of er al wat resultaten van de Mentimeter zijn. En daar zien we inderdaad het nodige binnenkomen. Eens even kijken. Nou, dat is eigenlijk redelijk gelijk verdeeld, zo te zien. Praktijkvoorbeelden scoren het hoogst. Inzicht om onderwijsvernieuwing naar een hoger plan te tillen scoren ook hoog. Interessant. Itwer, ja. Kun je daar even op reflecteren? Nou, ik kan wel een praktijkvoorbeeld verduidelijken. We werken ook met het Comenius netwerk via de vraagbaak online onderwijs. En dit is eigenlijk weer een samenwerkingsverband tussen ECEO, versnellingsplan, Comenius netwerk en SURF. En daarin, voor de vakantie was er een vraagstuk van hoe we online binding ook konden stimuleren bij studenten. Want zij gingen voor het eerst naar de universiteit of hogeschool of andere instelling. En hoe zorgen dan dat zij zich toch kunnen binden aan deze opleiding? Ja, wat heel mooi, concreet voorbeeld, resultaat daaruit was dat er ook een project was bedacht door een van de Comenius-leden, genaamd Janneke Lauwersen. En die had eigenlijk voor de coronacrisis had ze al helemaal uitgedacht hoe je online binding kunt vormgeven. En zij had dat gedaan voor deeltijdstudenten. En dat was eigenlijk de juiste informatie op het juiste moment. Want daarmee konden we natuurlijk via een webinar onder andere gewoon aandacht geven aan het project. En naderhand bleken ook andere docenten hier dan weer mee aan de slag te zijn gegaan. Dus het ging over leerteams en die hadden zij dan ook weer een eigen onderwijscontext vormgegeven. Ja, en dan, dat was echt zo'n moment. Een resultaat vind ik echt, daar doe je natuurlijk voor. En precies op het goede moment, dit geval ook. Ja, dan werkt het beste natuurlijk. Precies. Ja, maar het is fantastisch dat er dan mensen zijn die natuurlijk al expertise hebben en al iets moois hebben neergezet. En dat het dan op dat moment ook meteen breed gedeeld kan worden natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en je merkt ook echt dat die praktijkvoorbeelden echt
daar zitten ja, docenten en ondersteuners dan heel erg op te wachten ook. En ja, dat merk je. Dus dat is dan echt een timingsvraagstuk ook. Ja, dus niet verrassend dat uit de Mentimeter dat ook als een belangrijk onderdeel naar voren komt, die praktijkvoorbeelden. We gaan even door naar Josephine Verstappen. Josephine werkt bij de VSNU als beleidsmedewerker onderwijsinnovatie met ICT en ze is nauw betrokken bij het versnellingsplan. Josephine, kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, ook namens mij bedankt. Ik werk inderdaad als programmateamlid bij het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dat is een samenwerkingsverband tussen hogescholen, universiteiten en SURF om, zoals de naam eigenlijk al zegt, het onderwijsinnovatie met ICT te versnellen. Dat doen we door te werken eigenlijk aan drie ambities. Slimmer en beter leren omgaan met technologie, aansluiting arbeidsmarkt verbeteren en het onderwijs verder flexibiliseren. Nou, dat doen we op een hele mooie manier volgens mij aan de hand van allerlei verschillende teams. We werken aan het thema studiedata, open leermaterialen, volgens mij ook allemaal thema's die vandaag voorbij komen. En dat werken we al inmiddels 2 jaar en we hebben nog 2 jaar te gaan. Dus dat is heel leuk om aan te werken. Ja, super. Er gebeuren hele mooie dingen daar. We gaan heel even nog kijken naar de resultaten van de Mentimeter ondertussen. Kijken of er nog iets veranderd is ook daarin. Nou, het is nog grotendeels hetzelfde. Hoewel we nu volgens mij een break-even hebben tussen de praktijkvoorbeelden en inzichten om onderwijsvernieuwing naar een hoger plan te tillen. Josephine, je zei al, het versnellingsplan is al 2 jaar bezig inmiddels, of bijna 2 jaar. En dat betekent dat er dus ook al best wel veel opgeleverd wordt aan resultaten. En volgens mij ga je iets vertellen over de voorbeelden die daar van zijn. Ja, grappig om te zien dat uit die Mentimeter inderdaad zo naar voren komt dat praktijkvoorbeelden heel belangrijk zijn. Zoals ik net zei, we werken in verschillende teams, ofwel zones zoals wij dat noemen. En een van die zones heet Evidence Informed. En die hebben letterlijk templates gemaakt voor goede voorbeelden en good practices, zoals zij het zelf noemen. Daarom doen ze aan de hand van allerlei verschillende thema's, denk zeker nu bijvoorbeeld aan online onderwijs, geven zij goede voorbeelden die dan door instellingen overgenomen kunnen worden. Ze leggen daarin uit wat het goede voorbeeld is, maar ook hoe moet je het implementeren, wat is daarvoor nodig. En ik denk dat dat al heel erg bijdraagt aan het verbeteren van het onderwijs. Maar we zien bijvoorbeeld ook voor de zone docentprofessionalisering, die zich focust op het hoe zorgen we nou dat docenten zo goed mogelijk ondersteund worden om ook daadwerkelijk ICT toe te kunnen passen in het onderwijs. Die werken eigenlijk aan welke bouwstenen hebben we nou met elkaar nodig om ook effectief dat te kunnen doen. Sluit volgens mij ook heel mooi aan bij wat er stond om die Mentimeter naar het in het hoge plan tillen van de onderwijsinnovatie. En zij hebben eigenlijk gezegd dat je niet alleen naar de docenten moet kijken, maar bijvoorbeeld ook een visie moet hebben als bestuur over wat vinden we nou dat belangrijk is om die docenten te ondersteunen. Ze hebben daar een mooi bouwstenenrapport over geschreven en die bouwstenen worden nu ingezet om proeftuinen eigenlijk op instellingen daadwerkelijk te laten plaatsvinden aan de hand van verschillende thema's. En zo proberen ze echt in de hele organisatie hier aandacht voor te vragen en niet enkel bijvoorbeeld bij de ICT-ondersteuning. Dankjewel Josephine. Dat zijn inderdaad mooie voorbeelden die denk voor veel mensen ook meteen toepasbaar zijn in de praktijk binnen hun eigen instelling. Dus doe er je voordeel mee. Er zijn een hoop experts die zich daarover hebben gebogen en die daar mooie producten hebben neergezet. Ik kijk ondertussen even of Itwer al vragen uit de chat binnen heeft gekregen waar we ook even op kunnen ingaan. Ja, er worden wel al tips en websites gedeeld. Leerteams rules, vond ik een mooie. Maar niet echt heel veel vragen. Okay. Ik wilde misschien nog even terug naar de Mentimeter, want ik was nogal... Oké, laten we even kijken naar de resultaten van de Mentimeter. Omdat daar ook werd aangestippeld om inzichten om onderwijsvernieuwing naar een hoger plan te tillen, wordt ook gewaardeerd als behulpzaam resultaat. En ik wilde nog wel 1 resultaat delen. Namelijk bij het Comenius Netwerk hebben we ook werken docenten ook samen aan samenwerking. En aan het thema vorming van studenten. En daar hebben ze een beeldingsspel gemaakt. En dat is dan het resultaat. En wat is dan het resultaat? Namelijk dat er een gesprek op gang wordt gebracht via dat spel over de verhouding vorming versus vakinhoud. Dus zulke instrumenten kan je ook inzetten. En daar om juist daar de reflectie en bewustzijn op gang te brengen over van ja, hoe heb ik dat binnen mijn eigen opleiding vormgegeven? En dus dat soort projecten doen we ook.
Ja, en leveren dus hele concrete instrumenten ook op, ja, die gebruikt kunnen worden. Ja, precies. En is dat gewoon op de website ook van het Comenius Netwerk te vinden, neem ik aan? Ja, ja, en we, ja, zijn ook wel bezig met een online variant, omdat het natuurlijk ook nodig is. In deze tijd, ja. Precies. Ja, ja. Oké, mooi voorbeeld inderdaad. Dat soort instrumenten zien we vanuit het versnellingsplan ook regelmatig voorbij komen. Waarmee je gewoon, ja, een soort gespreksleidraad bijvoorbeeld ontwikkeld hebt. En nou, dat op het juiste moment toegepast kan dat ontzettend helpen, denk ik, om binnen de instelling ook verder te komen. Ik stel voor dat we naar de volgende Mentimeter-vraag gaan. En dat is een open vraag, dat wil zeggen een wordcloud-vraag, waarbij we benieuwd zijn, ja, wat voor jullie eigenlijk de belangrijkste meerwaarde is van dit soort samenwerkingsverbanden. Dus we hebben nu al een aantal voorbeelden voorbij horen komen. Het versnellingsplan, het Comenius-netwerk, de vraagbaak online onderwijs, wat eigenlijk nog weer een samenwerkingsverband van samenwerkingsverbanden is. We krijgen zo meteen natuurlijk ook nog meer informatie over doorpakken op digitalisering in het mbo. Maar voor nu zijn we even benieuwd naar de resultaten die we zo meteen te zien krijgen van de WordCloud. Ondertussen gaan we naar de thuisstudio van Manon Geven. Manon werkt bij Sambo ICT als programmamanager van dat programma Doorpakken op Digitalisering in het MBO. Manon, kun je iets meer vertellen over de doelstellingen van dat programma? Ja, goedemiddag Johanne en de anderen. Ja, in het programma Doorpakken op Digitalisering werken we in het mbo samen. Inmiddels doen er 30 mbo-scholen al actief mee. We zijn dit jaar begonnen, dus we beginnen 2020 en we lopen 3 jaar met dit programma. Dus we zijn ongeveer tegelijk klaar met het versnellingsplan. En we hebben hele parallele doelstellingen eigenlijk. Dus het gaat over het leggen van het ICT-fundament onder de strategische ambities in het mbo om meer flexibeler onderwijs te kunnen geven, meer op maat onderwijs te kunnen geven. En daarom werken we op 8 thema's met een aantal teams samen om ook dat ICT-fundament te kunnen leggen. En op al die 8 thema's werkt een team van mensen uit de scholen om daar stappen in te zetten. En wat ik heel leuk vind, wat echt die meerwaarde is van die samenwerking voor mij in dat programma, is dat je op die thema's ook echt kunt benutten wie er al verder is in de sector. Dus elke school voelt zich wel nog wat meer thuis bij 1 thema, maar je kunt er door die kennis over die verschillende thema's dan met elkaar uit te wisselen ook samen daar iets opbouwen. Dat is mooi, de kracht van samenwerken. We gaan ondertussen even kijken naar de resultaten van de Mentimeter. Dus even naar de WordCloud. Even kijken of we die hier in beeld kunnen krijgen. Even kijken. Ja, er begint iets te verschijnen met helemaal in het midden, wat natuurlijk heel mooi is, inspiratie. Dat is prachtig. En netwerken en inzichten. Zie ik hier zo voorbij komen. Manon, kun jij daar even op reflecteren en ook een voorbeeld geven van resultaten die jullie vanuit het programma Doorpakken op Digitalisering bereiken en die je ook eigenlijk niet zou kunnen bereiken als je niet met elkaar samenwerkt? Ja, nou, wat ik mooi vind, staat ook, ik zie je ook niet opnieuw het wiel uitvinden, standaardiseren, informatievoorziening, van elkaar leren. En wat daar misschien mooi op aansluit vanuit ons programma is dat we in het themateam Leven Lang Ontwikkelen wordt ook heel hard gewerkt aan een informatiearchitectuur. En dat noemen we Route 21. Wat we daar doen is, we hebben gekeken naar de informatiearchitectuur die er al lag in het mbo, AAA, voor veel mbo-instellingen wel bekend. En daarnaast zijn er allerlei modellen ontwikkeld van hoe je naar onderwijs zou kunnen kijken. En ik zag net in de vorige Mentimeter-vraag ook het enthousiasme wel voor verschillende modellen. Die twee combinerend en kijkend naar waar willen we nou naartoe met flexibilisering, hoe kun je dat meer modulair opbouwen, maken we eigenlijk een nieuwe architectuur. En daar is het hoofdprocesmodel al van uitgewerkt. Onderdelen worden daar nu verder van uitgewerkt. En wat je ziet is dat mensen daar dus ook echt op samenwerken. En dat ze uit alle hoeken en gaten van de school eigenlijk de modellen die ze zelf gebruikt hebben bij elkaar gelegd hebben om dit denken verder te brengen. En dat dat nu ook benut wordt om processen meer met elkaar uit te lijnen. Dus tijdens onze vorige bestuurders tweedaagse
eind september hebben ook de 20 bestuurders die bij ons programma betrokken zijn afgesproken. We gaan een aantal van de processen die daarin beschreven zijn, beginnend met in- en uitschrijven, gaan we standaardiseren. Of gaan we harmoniseren met elkaar. En dat, ja, dat is dan al zo'n eerste resultaat. Heel mooi resultaat, denk ik ook, inderdaad, om te zien. Biedt denk ik heel veel houvast ook in toch vrij complexe processen die er allemaal moeten plaatsvinden. Zeker als het over flexibilisering van het onderwijs gaat. Dus er is veel behoefte volgens mij aan. Kijk, ik ga ook nog eventjes even terug naar de resultaten van de Mentimeter. Kijken of er nog iets verschoven is in de tussentijd daar. Josephine vragen om ook nog in te gaan op resultaten vanuit het versnellingsplan, waarvan heel duidelijk is van, hey, als we niet hadden samengewerkt, dan hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen met elkaar. Ja. Dus ik weet niet of we de resultaten van de Menti nog even kunnen krijgen. Ja, die zien we nog in beeld. Dankjewel. Ja, voordat ik daarop inga, Johanna, volgens mij ook grappig om te zien, want ook levenslang ontwikkelen en flexibilisering zijn bij ons volgens mij ook binnen ons versnellingsplan een heel grote prioriteit. Dat is ook mooi om dit weer te zien, want volgens mij kunnen we dus ook hierin weer van als samenwerksverband van elkaar leren. Van welke stappen zetten jullie binnen het mbo en hoe kunnen wij ook binnen het hbo en wo daarvan leren? Of welke stappen zetten wij en hoe kunnen we dat bij jullie ook weer helpen verder brengen? Maar welke resultaten ik graag wil bespreken is de pilot studentmobiliteit. Daar werkt het team flexibilisering aan van de waar zowel hogescholen als universiteiten in vertegenwoordigd zijn. En wat zij eigenlijk met elkaar constateerden is, we willen op verschillende manieren flexibiliseren. Sommige studenten willen sneller studeren, sommigen willen langzamer studeren. Andere studenten willen meer modulegewijs, dus ik wil gewoon een losse module studeren. Maar er zijn ook misschien wel studenten die eigenlijk heel graag bij een andere instelling onderwijs willen volgen. En dat is soms best wel lastig. Ik heb wel eens het schrijnende voorbeeld gehoord van een student die zei, ik wil vakken volgen, maar het is bijna voor mij aan een andere Nederlandse instelling. Maar het is voor mij bijna makkelijker om dat aan een buitenlandse instelling te organiseren, omdat ik daar zoveel hulp en begeleiding bij krijg, dan om dat te doen bij een Nederlandse instelling. Nou, wat dit team heeft gezegd is, dat moeten we anders aanpakken. We willen niet meer dat studenten met een briefje van hot naar her hoeven lopen om dat te organiseren. Nou, drie universiteiten binnen dat team hebben gezegd, we gaan dat doen. Dat zijn de Universiteit Utrecht, de Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. En wij gaan eigenlijk multicampus leren introduceren. Dus je kunt vakken volgen bij andere instellingen waarvoor je niet per se 5 dagen per week naar de andere instelling toe hoeft. Een deel van het onderwijs is bijvoorbeeld online te volgen of in teams. En we kijken op welke manier we dat goed kunnen organiseren. Nou, daar hebben we ook een infrastructuur voor nodig, waar volgens mij Manon ook al heel goed aan refereerde. Zodat op de achtergrond die systemen op de achterkant van de instellingen gewoon met elkaar kunnen praten. En studenten niet meer met elkaar letterlijk met briefjes van de ene instelling naar de andere hoeven. Nou, die pilot zijn ze nu bezig met de ontwikkeling en gaat volgend jaar van start. En misschien goed om even te noemen, het is nu met deze drie universiteiten, maar het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat alle hoger onderwijsinstellingen van deze infrastructuur gebruik kunnen maken. Zodat we inderdaad in Nederland dit voor elkaar kunnen krijgen en voor elkaar kunnen boksen. Dus dat is volgens mij een heel mooi resultaat van het versnellingsplan wat nu in gang wordt gezet. En een van de vele, zo weet ik, ja, inderdaad. We kunnen helaas natuurlijk niet alles laten zien wat er al bereikt is. Maar dit is inderdaad wel een van onze boegbeelden, denk ik, als versnellingsplan. En ook heel inspirerend om te zien. Ja, absoluut. Dat is heel mooi. Even kijken, ik denk dat we nog heel even kijken ook naar of er vragen uit de chat zijn binnengekomen. Of opmerkingen die daar gemaakt worden. Dus kijk even weer naar Itwer, die de chat kan volgen. Ja, er worden heel veel links gedeeld. Dus vragen zijn nog welkom. Misschien dat we nog weer even naar de Mentimeter. Ja, we kunnen zonder problemen nog even naar de Mentimeter kijken. En volgens mij ook zonder problemen nog meer resultaten toelichten. Misschien heb ik nog wel een leuke, denk ik. We hebben ook een zone studiedata. Dus dat gaat over data die door bijvoorbeeld volgende online onderwijs opgehaald worden bij studenten. En wat we daar heel goed merken is dat daar veel vragen zijn van instellingen. Van wat mag nou wel, wat mag niet? We hebben het nieuwe AVG, hoe kunnen we daarmee omgaan? En we zien dat team nu bijvoorbeeld een statistisch handboek recent gelanceerd heeft. Dus dat is eigenlijk een handboek voor mensen die toetsen. Dus statistische toetsen moeten loslaten op die data. Van welke stappen moet je dan zetten? Welke toetsen kun je gebruiken om welke analyse daarin te doen? De Vrije Universiteit, Theo Bakker, is daar in de lead van dat team. En hij laat ook heel duidelijk zien in het statistisch handboek hoe belangrijk is dat we dat goed met elkaar afspreken. En daar goede afspraken tussen instellingen over maken. Zodat we ook echt
met elkaar daar meer gebruik van zouden kunnen maken. En die studenten ook daadwerkelijk verder kunnen helpen. Ik denk dat dat ook een heel mooi resultaat is wat nu naar voren komt. Ja, ja, zeker. En dat je ook de analyses dus op een goede manier doet. Want er worden nogal wat wat valkuilen, laten we het zo zeggen. Dus het gaat nog wel eens mis met het doen van statistische analyses op studiedata. Dus het statistisch handboek kan iedereen daarvoor behoeden. Doe er je voordeel mee. Staan allemaal mooie praktijkvoorbeelden in van hoe je die kunt toepassen, die toetsen in op studiedata. Ja, wat misschien ook nog aardig is, Johanne, want als ik er nog even vanuit de thuisstudio tussendoor, is dat het dan ook weer heel leuk is om te zien dat die resultaten vanuit die zone studiedata dan in het mbo weer met gretigheid worden omarmd en ook weer worden gebruikt. En dat daar dan binnenkort ook een mini-conferentie over data wordt gehouden op 15 december. En die mini-conferentie loopt een beetje uit de hand, er zijn al meer dan 100 deelnemers. Dus hij is niet meer zo mini, maar daar worden dan weer ook de inzichten uit het versnellingsplan ook weer toegepast op het mbo en ook verbreed naar wat daar dan weer kan. Dus het is ook mooi dat die samenwerkingsverbanden ook zo weer zelf samenwerken. Zeker, ja, volgens mij zien we daar heel veel voorbeelden van en dat is deze sessie is ook een van de voorbeelden daarvan natuurlijk, dat we elkaar goed weten te vinden allemaal. We gaan wat mij betreft iedereen nog even het woord geven over wat nou in onze ogen ook echt de meerwaarde van deze samenwerkingsverbanden is. Er is al van alles aan de orde gekomen daarover en volgens mij is al heel veel gezegd over mooie resultaten die daaruit naar voren komen. En ik begin eventjes daarmee bij Josephine. Josephine, als je het nou nog even heel kort samenvat, wat is voor jou dan de belangrijkste meerwaarde van dit soort samenwerkingsverbanden? Ja, en dan heb ik het even vanuit mijn persoonlijke blik, maar ook zeker vanuit het versnellingsplan, zie ik eigenlijk twee belangrijke dingen. En eentje werd al heel duidelijk genoemd in de Mentimeter. Dat is dat je niet telkens zelf als instelling of als opleiding of als docent het wiel uit hoeft te vinden. Er is gewoon heel veel informatie beschikbaar. En volgens mij is het heel belangrijk dat we die met elkaar delen. Want zo brengen we het onderwijs in Nederland gewoon verder. En ik denk dat we daar heel mooi gezamenlijk aan kunnen werken. Maar waar ik ook wel echt de meerwaarde zie in landelijke samenwerkingsverbanden is dat ik denk dat er een aantal dingen zijn die niet een instelling of opleiding zelf op kan lossen. Bijvoorbeeld omdat het simpelweg vraagt om aanpassing van wet en regelgeving of omdat je gezamenlijk afspraken wil maken hoe je daar als instelling mee omgaat. En ik denk dat dat de meerwaarde is van die landelijke samenwerkingsverbanden. Ook van bijvoorbeeld het betrekken van koepelorganisaties die veel contact hebben met ministeries en Tweede Kamerleden. Als zij goed horen wat er speelt op instellingen en wat daar aan de hand is, wat daar nodig is om dat goed aan te passen, dan kunnen zij dat natuurlijk ook weer verder brengen bij andere politieke stakeholders. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke ook is om te doen. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dan ga ik eventjes naar Manon. Manon, wat is jouw takeaway voor deze sessie? Wat is de belangrijkste meerwaarde in jouw ogen? Ja, ik heb er ook twee, net als Josephine. Wat mij betreft, de eerste hele belangrijke is dat mensen die bezig zijn met innovatie en ICT in de scholen elkaar ook kunnen vinden. Want vaak zijn ze in hun eigen school toch een beetje een eenling of een klein groepje. Maar door elkaar te zien, voelen ze zich ook geïnspireerd, gewaardeerd en kunnen ze daarmee ook met nieuwe motivatie naar huis. Zelfs als het digitaal is. En wat voor mij ook heel belangrijk is, en dat zie ik ook heel erg terug in ons programma, is dat als je mensen van verschillende lagen in de organisatie bij elkaar zet, dus die zeg maar de eenlingen op de verschillende niveaus, dat ze elkaar ook heel erg kunnen helpen om te kijken op welk niveau pak je nou die problemen aan, waar tackle je die? En door die uitdaging op dat juiste niveau aan te slingeren, kun je ook echt doorpakken met elkaar. Dankjewel. Het bijeenbrengen van verschillende niveaus hoorde ik bij Josephine ook al en bij jou ook. Dus dat is volgens mij eentje die zeker heel belangrijk is. Itwer, jij mag als laatste je takeaway geven. Ja, dankjewel. Wat ik zie is dat er dus heel veel initiatieven zijn die onderwijsvernieuwing eigenlijk aanmoedigen. En je ziet hier aan tafel heb je waarschijnlijk ook alweer kennis gemaakt misschien met een samenwerkingsverband die je nog niet eerder hebt gehoord. En soms denk ik ook van, ja, waarom werken we dan niet samen? Of hoe werken we samen? Dat is dan wel de vragen die er dan spelen, omdat er heel veel van elkaar natuurlijk geleerd kan worden. Tegelijkertijd is het denk ik ook heel erg waardevol dat er juist zoveel verschillende netwerken zijn voor docenten of onderwijsvernieuwers. En is het dus ook, kunnen onderwijsvernieuwers zich dus ook rondom bepaalde thema's samenkomen en ook voelen ze zich gesteund in die groepen ook. En allerlaatst wil je natuurlijk kruisbestuiving. En daarom had ik mijn beeld gekozen voor een zwerm spreeuw. Dus dat je ook weer momenten creëert waarop deze samenwerkingsverbanden dan weer met elkaar
leren. En expertise kunnen uitwisselen. En elkaars kwaliteiten zo ook kunnen benutten. Dus want uiteindelijk hebben we toch dezelfde doelen. Dus dan moeten we die synergie dus ook opzoeken. De energie van kleine teams van voorlopers en dan elkaar weer opzoeken om samen zo'n zwerm spreeuwen te vormen. Ik heb in de praktijk inderdaad gezien dat die zwermpjes elkaar dan allemaal weer opzoeken en samen inderdaad weer een enorme zwerm worden die heel indrukwekkend is. Dus laten we dat vooral proberen met elkaar. Heel veel dank dat jullie actief hebben meegedaan aan deze sessie. Dank voor jullie input ook. Dank aan mijn gesprekspartners en aan iedereen die natuurlijk in deze samenwerkingsverbanden eigenlijk de expertise levert. Want wij staan hier ook maar gewoon. En er zijn heel veel mensen bij betrokken die zorgen dat al die mooie resultaten er zijn. Weet ons te vinden. Al deze samenwerkingsverbanden hebben websites, hebben nieuwsbrieven. Je kunt heel makkelijk op de hoogte blijven van alles wat er uitkomt. Doe er je voordeel mee. We zijn nog een aantal jaren zeker hiermee bezig. Dus er komt nog van alles moois aan. Voor nu blijf nog even hangen zometeen voor de Flowshow. En heel veel plezier bij de afsluiting zometeen van de onderwijsdagen. Dankjewel. Het is voor IT-organisaties van hoger onderwijsinstellingen uitdagend goed aan te sluiten bij de wensen van docenten en onderzoekers. Een aantal jaren geleden werd er bij ons een commissie in het leven geroepen die de IT-organisatie hielp die aansluiting goed te houden. Een van de constateringen was dat de universiteit steeds meer zal kiezen voor systemen uit de markt. Voor medewerkers van ons CIT betekent dit dat zij in toenemende mate hun werkzaamheden zullen uitvoeren in samenwerking met externe leveranciers van software. Dit vraagt meer aandacht voor sociaal en persoonsgebonden competenties van medewerkers van het CIT. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hiervoor de samenwerking opgezocht met Wielink. De Wielink Academy brengt ons ervaringen uit de markt van consultancy, veranderkunde, agile werken en projectmanagement. Deelnemers leren via intervisie om te gaan met feedback geven en nemen. Wij kwamen erachter dat de vaardigheden uit de Academy zeer nuttig zijn voor onze trainees en voor onze ervaren IT-specialisten. Binnen de Wielink Academy brengen ervaren adviseurs en managers hun kennis en ervaring over op de deelnemers. De training is opgebouwd uit 5 modules, welke verschillende onderwerpen adresseren. En binnen de modules wordt de theoretische kennis gecombineerd met de voorbereidende opdrachten en praktische voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. Tevens wordt er intervisie georganiseerd waar de deelnemers leren feedback te geven en feedback te ontvangen. De module adviesvaardigheden bijvoorbeeld gaat in om het belang van de vraag achter de vraag helder te krijgen en je advies helder en overtuigend over te brengen. In de module Agile werken worden de deelnemers vanuit de bedoeling meegenomen in de wereld van agility. Je leert de basics vanuit praktijkervaringen en het verschil tussen doing agile en being agile. Meer informatie vindt u op de website www.wielink.nl/academy. Wellicht herken je het. Je wil als opleiding professionaliseren op het gebied van leren met ICT. Maar wie betrek je daarbij? Een interne academy, een onderwijsbeleidsteam of een lectoraat leren met ICT. Op de hand zijn deze partijen hun krachten gaan bundelen in een multidisciplinair team. En waarom? Omdat we daarmee voor opleidingen veel zichtbaarder en wendbaarder zijn, ten tweede hun professionalisering kunnen uitzetten vanuit onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie, onderzoek en een professionele ontwikkeling, en als laatste daarmee het draagvlak kunnen creëren voor een organisatiebreed leren met ICT professionaliseringsplan. In dit multidisciplinair team zitten deskundigen bij elkaar uit verschillende organisatieonderdelen van de hand. Van het oog services, onderzoek, onderwijs en kwaliteitszorg zijn er beleidsmedewerkers, onderwijskundigen en adviseurs. Van Han Academy zijn er adviseurs leren en ontwikkelen en trainingscoördinatoren. En van Experium Center of Expertise Leren en ICT zijn dat onderzoekers en opleidskundigen.
We hebben de al beschikbare professionaliseringsactiviteiten die bijdragen aan de competenties voor leren en lesgeven met ICT verzameld en tools die kunnen worden gebruikt om professionaliseringsbehoeften in kaart te brengen. Ook hebben we met elkaar nagedacht over wat een beginnend docent aan ICT-competenties zou moeten leren in de BDB en hoe we de competenties van een ervaren docent zien in de context van het HBO-onderwijs. We gaan aan de slag vanuit een onderzoeksmatige aanpak. Zo bouwen we voort op onderzoek naar bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering, monitoren we competenties van docenten en studenten en evalueren we de kwaliteit en het effect van onze leerinterventies. Zo werken we onder andere aan doorontwikkeling en validering van competentiesets voor leren en lesgeven met ICT en leidinggeven aan onderwijs met ICT, beide gecontextualiseerd voor het HBO. Daarnaast werken we aan doorontwikkeling en inzet van instrumenten voor vraagstimulering. We richten ons op de professionalisering van 3 doelgroepen. Docenten, leidinggevenden en ondersteuners. Planmatig en aansluitend op de behoeften en ambitie per academie werken we toe naar certificering van startende en zittende docenten op hun eigen ICT-geletterdheid, pedagogisch-didactische vaardigheden met ICT, visie en opvattingen en professionele competenties voor leren en innoveren met ICT. Bij de professionalisering maken we onder meer gebruik van inspirerende ruimtes zoals Experian Labs en Learning Spaces en ook het werk in Experian Design Teams maakt onderdeel uit van de professionalisering. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, StudieMeister. Waar je ook bent, met StudieMeister vind je al het studiemateriaal op 1 plek en studeert een student op ieder gewenst moment. Met deze slimme online leertool helpen we studenten om efficiënter te studeren en docenten gerichter les te geven. Klinkt goed toch? We leggen je graag uit hoe dat werkt. StudieMeister is een online lesprogramma, samengesteld door een docent. Dat betekent dat een student zeker weet dat hij precies leert wat nodig is om zijn studiepunten te halen. Bovendien betaalt een student alleen voor de hoofdstukken die worden gebruikt. Zo betaalt een student nooit te veel. Oké, handig. Hoe werkt dat? Vraag een account aan via de site. Als docent zet je een cursus klaar voor je klas. Daarna stuur je je studenten een unieke cursuscode. Deze code heeft een student nodig om toegang te krijgen tot het vak en de klas. Zodra een student toegang heeft tot de cursus, weet je zeker dat hij niks meer mist. Het enige wat een student hoeft te doen is de slides door te nemen, gevolgd door een oefentoets. De uitkomst daarvan maakt direct duidelijk waaraan een student nog tijd moet besteden. Kent een student het al voldoende? Dan kan hij zich gaan richten op de onderdelen die nog niet goed gaan. Dat is lekker efficiënt studeren. Ook handig, jij als docent monitort de voortgang van de groep en kan zien welke onderwerpen goed en minder goed gaan. Deze informatie geeft jou als docent input om de les zo effectief mogelijk in te richten. Ook werken met StudieMeister of meer weten? Ga naar www.studiemeister.nl/docenten en vraag direct een gratis proefaccount aan. StudieMeister. Gericht lesgeven aan geactiveerde studenten.